Hoi, super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Zoals je aan het titel hebt kunnen zien, heb ik weer een Action Shop blog. Ben weer even naar de Action geweest en daar heb ik weer wat items gekocht. En zoals eigenlijk altijd ga ik die weer aan jullie laten zien. Dus mocht je benieuwd zijn naar de aankoopjes die ik dit keer bij de Action deed, zou ik zeggen kijk gewoon eventjes gezellig mee met deze video. Prijzen zal ik zoals altijd weer in beeld neerzetten. En nou, laten we dan maar eventjes snel beginnen met de producten die ik heb gekocht. Want het is echt een hele grote tas vol. Ik begin even met een item wat niet in de tas paste. En dat is een vloerkleed. Ik wilde al een tijdje een vloerkleed hebben. En ik heb vorig jaar al een keertje bij IKEA gekeken. Toen kwam ik er niet helemaal uit. Ik vond de prijzen toch nog best wel hoog voor de groottes van de vloerkleedjes. Want ze waren niet super groot. En ze waren toch best wel wat geprijsd. Waarvan ik dacht, nou laat ik het nog even niet doen. Ik had toen ook nog een oude bank. En toen dacht ik, ja misschien moet ik gewoon wachten tot ik een nieuwe bank heb. Inmiddels heb ik dus een nieuwe bank. En voor een tijdje terug hadden ze vloerkleden bij de Action. En toen ik ging, waren ze natuurlijk al niet meer. Toen zag ik vorige week op de website van de Action dat ze ze weer hadden. Dus ik heb er nu eigenlijk één gekocht. Deze is 1,30 bij 1,90. En je had hem in 4 verschillende kleuren. Je had hem in donkergrijs. Ik heb dus donkergrijs. Lichtgrijs. Rood en blauw. Ik moet zeggen, in de winkel door de lichtval leek deze zwart. Dus ik heb wel heel erg getwijfeld. Wat zal ik doen? Ik heb ook eventjes appcontact gehad van wat vinden jullie? Eerst zeiden ze toch wel licht. En toen stuurde ik donkergrijs nog wat beter. En toen zei ze toch wel nee, donkergrijs. Die had ik zelf ook wel in mijn hoofd. Dus dat is deze. Ik zal eventjes ook een beeld plaatsen als die op de grond ligt. Zodat je ook een beetje een idee hebt hoe groot die is. Ik wil deze gaan plaatsen onder mijn salontafel. Dus daar ben ik heel blij mee. Ik zal hem even neerleggen. En dan gaan we door met spullen in de tas. Ik begin even met deze. Dit is een set. Een masker set. Een Leopard Love set. Dit is een setje met verschillende maskers erin. Je hebt voetmask sokken. Dat zijn sokken met een voetenmasker erin. Er zit coconut oil en sodium hyaluronate in. Je hebt een mutmasker, neusstrips, een oogmasker en een gezichtsmasker. Ik ben zelf niet heel erg van de pantenprint, maar ik heb een video gezien van dit maskersetje. En toen dacht ik, goh, het ziet er toch wel heel erg goed uit, de producten. Dus ik was hier toch wel heel erg benieuwd naar. Dus die heb ik gekocht. Dan heb ik ook weer eventjes een haarmasker gekocht. Deze heb je in een van mijn vorige shoplogs ook kunnen zien. Dit is het This Is It Color Protection Keratin Hair Mask. Ik heb deze nu een tijdje in gebruik en die beviel me zo goed. En de laatste keer dat ik bij de Action was, hadden ze hem niet helaas. Nu zag ik ze weer staan, dus ik dacht, nou ik neem gewoon nog wel eens weer een nieuwe pot mee voor de voorraad. Je hebt hem ook in een gele variant. Ik weet niet waar die voor dient. Maar ik vind deze gewoon heel erg fijn. En die zijn eigenlijk lekker goedkoop. Dan ben ik helemaal into het sporten geslagen. In het thuissporten. Als je de vlog van vorige week hebt gezien. Heb je kunnen zien dat ik daarmee begonnen ben. En ik dacht, daar hoort een sportoutfitje bij. Want ja, dat is gewoon in je eigen kleding niet zo fijn. En ik kwam van Umbro een setje tegen. Deze moet je trouwens loskopen. Dit is een shortje. Je kunt hem hier ook goed zien. Dit is een broekje. Ik heb met roze accenten genomen. En ik heb hem in een maatje S. Want ja, kleding zit mij snel te groot. Dus dat is deze. En die kan ik dan aandoen als ik ga sporten. Dat leek me wel heel erg fijn. En je ziet hier de complete outfit trouwens ook op. Dus dat is dan het broekje. En daar heb ik ook een topje bij. En dit is een singlet. En die ziet er zo uit. Ook in een S. Ik wist eigenlijk helemaal niet dat ze Umbro spullen hadden bij de Action. Maar ik ben gewoon even langs de sportafdeling gegaan. En ja, ik zag het, vond het er eigenlijk best wel goed uitzien. En het was ook niet echt super duur. Dus ik dacht, nou, heb ik gewoon een sportoutfitje. Aangezien ik het eigenlijk best wel goed voorhoud, is het ook wel fijn om gewoon een outfitje te hebben. Dus dat zijn deze twee.
ja, alles ligt een beetje door elkaar. Dan heb ik ook even paperclips meegenomen. Dit zijn de wat kleinere paperclipjes. Ik kon ze een tijdje helemaal niet vinden bij de Action. En nu kwam ik ze tegen. Er zitten 100 gouden in en 100 zilveren. Dus je krijgt 200 paperclips. En ik vind dit handig om papieren bij elkaar te houden. Dus ja, ik dacht die ga ik gewoon even meenemen. Want daar was ik al zo lang naar op zoek. En ik vond ze steeds maar niet. Om even in de sportattributen te blijven heb ik ook dumbbells gekocht. En dat zijn deze. Dit zijn dumbbells van 1 kg. En ze zijn van Kaitan. Dat is een merk wat Action verkoopt qua sportspullen. Ik gebruik met sporten een app. En daar zag ik dat ze ook dumbbells gebruikten. En die had ik niet. Dus toen dacht ik, nou, ik ga naar de Action. Ik weet dat ze daar hebben. Je hebt ze in verschillende groottes. Of groottes, nee. In verschillende kilogrammen. En ik ben begonnen met de lichtste. De roze zijn de lichtste. Want ik denk, ja, dat is gewoon het beste. En daar heb ik er uiteraard twee van. Dus ik heb twee roze. En dan kan ik daar gewoon mee sporten. En ik heb ze ook al eventjes gebruikt. En ze bevallen echt super goed. Dus hier ben ik ook wel heel erg blij mee. Dan kan ik weer verder met sporten. Dan heb ik twee flessen met handzeep gekocht. En ik heb laatst heb ik in mijn vorige Action Shop blog had ik zeeppompjes gekocht. Maar ik had daar eigenlijk nog geen zeep voor. En mijn zeep die raakte een beetje op. En in de supermarkt zijn ze toch wat duurder als bij de Action. Dus ik heb even twee flessen met handzeep gehaald. Dus dat zijn deze. Het is gewoon blauwe handzeep. Ik weet verder ook niet of het fijne handzeep is of dat hij goed reinigt. Maar ja, er staat fresh op. Ik weet, ik kan wel eens eventjes ruiken. Maar daar heb ik dus twee flessen van. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Oh, hij ruikt wel heel erg lekker, moet ik zeggen. Dus dan kan ik de zeepompjes gaan vullen. Want het handzeepje bij de keuken is bijna op. En dan kan ik die alvast vullen. En die in de douche schiet ook op. Dus dan heb ik gewoon gelijk even twee flessen op voorraad. Aangezien ik niet super vaak bij de Action kom, heb ik even wat staan. Om even in het schoonmaakthema te blijven, heb ik ook een badroomcleaner gekocht. En dat is deze. Dit is met bergamot en jasmijn. Dit is trouwens een limited editie. De fles is wat anders. Normaal hebben ze de standaard flessen. Maar ja, ik heb laatst bij de Action de keukenreiniger gekocht. En die was echt heel fijn. En ik zag dat ze nog meer spullen hadden. En toen was ik wel benieuwd ook naar de badroomcleaner. Maar op het moment gebruik ik badroomcleaner van Lidl. Die is ook prima. Maar ik was heel erg benieuwd naar deze. Normaal zit hij dus in een andere fles. Maar dit is dus een limited editie. Ik zal in een van mijn vlogs wel laten weten of deze bevalt. Ik kan hem nu ook niet ruiken. Want ik ga hem nu niet opsprayen. Maar dat zul je dan nog wel een keertje horen. Ook heb ik dan een all-purpose cleaner. Dit is met rosemary en ginger. Dit is eigenlijk gewoon een allesreiniger, maar dan in een spraypomp. Die kun je gewoon ook sprayen als iets vies is en dan kun je hem gebruiken. Deze zit dan wel in de standaard fles die ze bij de Action hebben. Dus ja, hier ben ik ook wel benieuwd naar. En voor deze geldt eigenlijk hetzelfde. Ik zal in een van mijn weekvlogs wel een keer laten weten of ik het wat vind. Dus dat zijn eventjes de basic schoonmaakdingetjes. Misschien kom ik nog wel dingen tegen, maar het ligt allemaal een beetje verspreid door de tas heen. Dan heb ik ook weer eventjes wasverzachter gekocht. Ik was weer bijna door mijn wasverzachters heen. En bij de Action zijn ze eigenlijk goed geprijsd. En ik heb eentje van Robijn Creations. Die kwam ik toevallig tegen bij de Action. Dat vond ik wel bijzonder, want die heb ik nog niet echt eerder gezien. Deze is met een leeuwenbekje fleur de mufflé en patchouli. Hij is voor 30 wasbeurten en deze is ontworpen door Parfum Experts. Ik weet niet of ik hem al eerder heb gehad. Ik kan hem wel even ruiken. Oeh, hij is heel lekker. Ja, heel lekker geurtje. Dus ja, dat vond ik wel fijn dat ik die ook tegenkwam. Ik heb eigenlijk altijd alles van Robijn voor de was. Dus dat was even fijn. En ik heb dan ook nog een gewone. En dat is de Orange Rush. Die heb ik ook al vaker gehad. Het is ook een hele fijne wasverzachter. En deze is ook voor 30 wasbeurten. En die ruikt volgens mij een beetje standaard.
Ja, ruikt ook heel lekker. Echt een beetje, ik vind hem ook wel een beetje zomers. Deze is denk ik wel heel erg lekker voor in de zomer. Al maakt het niet echt onderscheid eruit hoor. Als ik een wasverzachter tegenkom, neem ik hem gewoon mee van Robijn. Ik ga niet kijken naar geur, is het echt meer zomers of winters. Ik gebruik het gewoon het hele seizoen door. Maar als ik hem zo ruik, vind ik het wel echt een beetje een zomergeurtje. En ik heb ook nog eventjes een afwasmiddel gekocht van Dreft. Ik heb de laatste tijd heel vaak Dreft, want ik vind het wel een hele fijne. En vaak zijn ze ook nog eens best wel laag geprijsd. Vaak hebben ze bij meerdere winkels acties. En ik heb nu een keer de granaatappel gekocht. Die had ik nog niet eerder gebruikt. Dus ik ben wel heel erg benieuwd. Oeh, die is heel lekker. Ik heb voornamelijk nu de groene en de gele gehad. En deze kende ik nog niet, maar hij is echt super lekker. Dus, nou ja, die hebben we ook maar even meegenomen. Dan heb ik... Oh. Ik heb het niet echt makkelijk ingedeeld, zie ik wel. Dan heb ik even sneakersokjes gekocht. En dat zijn deze. En deze die hebben dan niet zo'n randje, zeg maar. Deze zitten vrij laag. Het zijn eigenlijk, ja, volgens mij vallen ze officieel onder de footies. Maar die zie je dus niet zitten in je sneakers. En dat vind ik wel mooi, want nu zie je het heel vaak zitten. Dit is met een anti-slip heel aan de achterkant, zeg maar aan de binnenkant. Dit is een anti-slip. Dat voel ik ook. Er zit anti-slip in. Dit is maat 39 tot 42. En je hebt gewoon twee paar. Dus ja, wel handig nu ik heel veel sneakers draag. Om dan zulke sokjes te gebruiken. En ik heb dan ook een paar in het wit. Dus eigenlijk hetzelfde. Deze heeft ook zo'n anti-slip laag. Deze kun je trouwens hier heel goed zien. Hier zie je die streepjes. Dan zie je de anti-slip laag. Ook deze heb ik in maat 39 tot 42. En het zijn eigenlijk precies dezelfde als de zwarte. Maar dan heb ik eventjes weer vier paar sokjes erbij. Omtrent de sneakers. Dan heb ik ook weer eventjes ondergoed gekocht. En die heb je in een van mijn vorige shoppels ook kunnen zien. En dat zijn deze broekjes. Die vind ik echt super fijn bij de Action. Ze kosten echt heel weinig. En ik vind ze echt geweldig. Ik koop ze altijd in de maat SM. Ik heb weer eventjes twee witte gehaald. En ook eventjes twee zwarte. Dus dan kan ik weer even vooruit. Oh, dit zijn meer boxers. Maar die vind ik ook wel fijn. Maar het zijn gewoon hele fijne broekjes waar ik echt best wel veel plezier van heb. Dus nou, die weer eventjes. Dan heb ik ook een nieuwe agenda gekocht. Mijn huidige agenda die ging ook maar tot juli. En ik ben wel iemand die toch het wel fijn vindt om dingen op te schrijven in agenda's. De Action waar ik was, was niet heel uitgebreid in zijn agenda's. Maar ik vond deze wel leuk met roze en wat stipjes erop. Hij heeft wel een handige band zodat je hem ook dicht kan doen. De binnenkant is ook wel heel erg leuk. Het is ook een kleiner formaatje als de vorige die ik had. En je hebt gewoon eigenlijk... Oh, dit zijn de lesroosters. Ja, je kunt wel zien dat deze echt meer geschikt zijn voor de scholieren. Maar je hebt gewoon de 7 dagen op 2 pagina's. En dat vind ik zelf wel handig. Er zit ook een touwtje bij die je er dan tussenin kunt doen. En dan kan ik gewoon even weer wat dingen opschrijven wat ik altijd wel fijn vind. Het is eigenlijk een beetje een basic agenda. Maar zoals ik zei, ze hadden niet zo heel veel. Maar deze vond ik wel heel erg leuk. Dus die hebben we in ieder geval ook weer. Dan heb ik nog een setje met eeltsokken gekocht. Ik heb heel veel eelt. En ik wil dit een keer weer gaan proberen. Want mijn voeten, ik blijf ze veilen. Het is echt heel erg lastig. En ik heb gelezen dat dit best wel fijne sokken zijn. Dus die ga ik nu gewoon echt een keer proberen. Er zitten twee, het is gewoon één paar, zeg maar, voor beide voeten een sok. Dus nou ja, we gaan het meemaken. Er staat er verder nog wat overop. Er zit een speciale gel in. En de aanmaak van nieuwe huidcellen op de voeten wordt versneld. En na 5 tot 7 dagen laat je eelt gedeeltelijk los. En dan kun je het dus gewoon weghalen. En dan moet je gewoon je voeten elke dag weken in warm water. Maar goed, weet je, ik douche elke dag. Dus ik sta sowieso elke dag in warm water. Dus
Ja, die eventjes. Dan heb ik ook een blush gekocht. En deze is van Rimmel. Dit is een Royal blush. Het is een cream blush. Volgens mij staat er niet echt een kleur op. Ik vond hem er wel leuk uitzien. Ik kan even kijken of ik hem eruit krijg. Maar dat zal wel weer niet. Want die verpakkingen zijn een beetje drama over dus. Dan kunnen we even de binnenkant bekijken. Het is de kleur 003 Coral Cream. Het is een heel fijn blusje. Op de achterkant staat de kleur. En dan is dit het blusje. Dus die was ik wel benieuwd naar. Ik had eigenlijk nog nooit echt een blush gehad van Rimmel. Dus ik dacht, nou, bij de Action zijn ze zo goedkoop. Laat ik het eens proberen. Ik weet niet of Action deze heeft. Of Action heeft deze. Maar ik weet niet of deze nog in het standaard assortiment zitten van Rimmel. Of dat dit wat oudere varianten zijn. Maar ik vond het wel leuk om deze ook een keertje te proberen. Dan heb ik ook weer even wat papierblokjes gekocht. De knutselafdeling was een beetje karig, moet ik zeggen. Ze hebben normaal wel meer, maar het was nu echt een beetje karig. Maar ik heb in ieder geval weer vier blokjes. Ik heb eentje met Natural Love. En hier zitten natuurlijke tintjes in. En ja, deze vond ik ook wel heel erg leuk. Er zitten gewoon echt hele natuurlijke... Deze zit erin, die is ook heel mooi. Printjes in. Dus dat is wel super leuk. Dus dat is allereerst dan deze. Dan heb ik Happy Colors. En deze heeft ook hele leuke. Ziet er ook heel leuk uit. Ja, gewoon hele leuke. Papiertjes. Deze vind ik ook wel heel leuk met die hartjes. Vlindertjes. Nou, hele leuke blokjes in ieder geval. Dan heb ik Green Jungle. Hier zitten een beetje jungle plaatjes in. Hoe leuk is deze ook? Die bijvoorbeeld. Deze. Nou, in ieder geval heel veel blaadjes. Je kunt op de voorkant een beetje zien wat erin zit. En dan heb ik ook nog Boho Dream. En die heeft ja, dit soort blaadjes. Hele leuke knutselboekjes in ieder geval weer. Dus daar ben ik ook wel blij mee. Dus dat waren de blokjes. Dan heb ik ook nog twee... Paper boeken gekocht. Dit zijn deze boeken. En hier zitten papieren in. Kaarten, stickers, giftpapier. Dus eigenlijk een hele giftbox. Deze zitten nog helemaal vast. Ik kan je hier niet heel veel van laten zien. Want ik krijg ze zo 1, 2, 3 niet open. Maar op de achterkant kun je een beetje zien wat er ongeveer in zit. Dus wel echt ook heel erg uitgebreid. Heel erg leuk. Dat is deze met een beetje blauwe. En dan heb ik ook nog een rode. En dat is deze. En ja, hier zitten ook echt met bloemen en zo in. Ook echt super leuk. Het zijn hele leuke boeken, maar ze zijn een beetje moeilijk te verkrijgen. Want ze gaan best wel hard. Maar die heb ik in ieder geval ook weer. Dan heb ik ook nog even een basic item. En dat zijn weer even aanstekers voor... Het gasfornuis, want die van mij die was bijna op. Ik weet ergens dat ze er nog één heb moeten liggen, maar die kon ik natuurlijk zo weer niet vinden. Dus ik dacht, neem maar even mee. En dan heb ik nu twee minis gedaan. En ja, dikke prima. Heeft niet heel veel uitleg nodig, denk ik. Dan kwam ik iets tegen wat ik heel erg handig vond. En dat zijn kattenbakfilters. In mijn kattenbak zit wel een filter, maar die moet je dus best wel regelmatig verversen. En ik wist dus niet waar je dingetjes kon kopen. Toen kreeg ik de tip van mijn moeder dat ze bij de Action kattenbak filters hebben. Er zit één filter in, die kun je op maat knippen. Hij is 15,5 bij 15,5 centimeter. En er zit actieve carbon in en je kunt hem dus gewoon knippen en... Nou ja, goed, hier kun je dus op maat van je kattenbak maken. Ik heb er gelijk maar twee meegenomen. Omdat ik dus niet super vaak bij de Action kom. En toen dacht ik, nou weet je, dan heb ik in ieder geval ook weer eventjes een voorraadje. Maar hier ben ik ook wel heel benieuwd naar. Dus die ga ik deze week zeker even proberen. Want ja, dat is wel fijn.
Dan had ik ook nog clipjes gekocht. Deze zijn ook handig om je papieren vast te klemmen. En ook hier was ik al een tijdje naar op zoek en die kon ik ook steeds niet vinden. Hier zitten 16 clipjes in. Je hebt 8 zilveren en 8 gouden. En ja, dat is gewoon allemaal heel erg handig als je een beetje van het knutselen bent om je papieren ook vast te klemmen. Dus die heb ik ook even gehaald. Oh ja, dan heb ik nog 2 paar metallic brush pens. En ik heb groene dit keer gehaald. Deze heeft een 2 mm soft tip. En er zitten 8 kleurtjes in. Ik heb toen al een keertje eentje met meerdere kleurtjes gehaald. En nu zag ik deze kleurtjes die ik nog niet kende. Dus dat zijn de groene. En ik heb ook een blauwe variant meegenomen. Die vond ik ook wel heel erg mooi eruit zien. Dus ja, dat ben ik ook wel heel erg blij mee dat ik die in ieder geval ook heb. Dan heb ik ook nog even een heel basic item en dat is een nieuwe oplaadkabel. Mijn oplaadkabel had het weer eens vergeven van mijn telefoon. En ja, ik dacht ik moet een nieuwe hebben. Dus die heb ik maar eventjes gekocht. Dus ja, toch wel even handig om een nieuwe oplader te hebben. Ze gaan nooit heel lang mee, maar ze zijn eigenlijk niet zo heel duur. Hij is 2,5 meter. Dat vind ik wel lekker, dat als ik in bed lig, dan kan ik als mijn telefoon moet opladen ook nog eventjes. In ieder geval op mijn telefoon heb ik niet zo'n kort snoertje. Dan kom ik ook nog clearstamps tegen. Deze vond ik heel erg leuk, want deze hebben cijfers. Dit zijn de cijfers 0 tot en met 9. En je hebt ja, wat van deze dingetjes. En plus, min, uitroepteken, vraagteken. Keer is gedeeld door. En dit weet ik niet. Maar die vond ik wel heel erg leuk. En ja, ik had nog geen cijfers. Dus ik dacht, dat vind ik wel leuk om te gebruiken. Dan heb ik ook nog eventjes scrub gekocht. De laatste tijd kocht ik eigenlijk altijd mijn scrub bij het Kruidvat. Maar het Kruidvatmerk heeft zijn scrub niet meer in het assortiment zitten. Dus ik moest even op zoek naar een alternatief. En ik moet gewoon heel eerlijk zeggen, de scrubgels die ze bij het Kruidvat verkopen, vind ik gewoon een beetje persoonlijk te duur. Want het zijn best wel dure merken. Dus ik dacht, ik kijk bij de Action. En daar hebben ze nu van de Spa Exclusive lijn een Sea Salt Body Scrub. Dit is wel een limited editie. Dus dat is deze. Ik weet niet wat voor geur die heeft. Maar ik ben persoonlijk niet heel erg fan van potten. Dat moet ik ook heel eerlijk zeggen. Want ik vind een tube gewoon iets handiger. Oh. Hij ruikt wel super lekker. Kan ik niks over zeggen. Want het vervelende vind ik aan een pot, als je dit onder de douche gebruikt, dat het vaak toch een beetje vochtig wordt. Eigenlijk zou je dan je moeten inscrubben voordat je de douche weer ingaat. Maar je wilt toch eerst je huid een beetje nat maken, omdat het anders te ruw is. Maar ik heb in ieder geval eventjes een pot gehaald. Dan heb ik die in ieder geval weer binnen. Wel jammer dat het een limited editie is, want die houden ze dus niet weer standaard. Maar gewoon om te proberen is dit prima. En ja, daar doe ik wel weer eventjes mee. Ik heb nog een scrubje gekocht. Ik heb namelijk de Coffee Scrub. En dit is een soft scrub voor face en body. Dat is deze. Die kun je dus ook voor je gezicht gebruiken. En het is een zachte en voedende scrub op basis van koffie. Verrijkt met vitamine E en zonnebloemolie. Dus ik ben wel heel benieuwd. Hij zit dichtgezield, dus ik kan hem niet ruiken. Maar ook van, van deze scrubs zul je nog wel wat horen in de vlog wat ik daarvan vind. Maar dan heb ik in ieder geval weer eventjes een voorraadje. Dan heb ik deodorantdoekjes, deo wipes. En die kwam ik tegen en hier was ik al een tijdje benieuwd naar. Ik zag ze op de site staan, toen dacht ik, oh die wil ik wel eens proberen. Gewoon ook handig voor in je tas, want ik ben zo iemand die best wel snel zweet. En dan zou het gewoon, soms is het gewoon fijn om dan even zo'n doekje onder je armen door te halen. Dus ja, het ziet er vrolijk uit, ook de verpakking. En het is ook wel makkelijk mee te nemen. Dus ik dacht, nou ben ik wel benieuwd naar, wil ik eens proberen. Dan heb ik nog lippenbalsems gekocht. Dit zijn Lip & Care lippenbalsems van Max & More. En het zijn 8 lippenbalsems. En er zit een, je hebt er een met kokosnootolie, argan oil,
jojoba olie en almond olie. En die heb je dan twee keer. Ik vond de kleurtjes er wel leuk uitzien. Ik ben dol op lippenbalsems. Want lippenbalsems die heb je nooit genoeg. Want die gebruik ik echt heel vaak. Die gaan er bij mij echt als een malle doorheen. Dus ik zag deze staan. Ik was wel benieuwd naar deze. Wat ze zouden doen. En wat het verschil is tussen al die, die geuren en varianten. Dus ook heel benieuwd naar. Dan kocht ik ook nog gel socks. En dat zijn deze. Dit zijn sokken die helpen om voetlotion te absorberen. Dat zijn gel sokken. Er zitten ook van die slip dingetjes onder. Dit zijn hele kleine voetjes. Kijk, het zijn voetjes. Even kijken wat er verder op staat. De sokken bevatten een speciale gellaag die de huid stimuleert om je favoriete voetlotion op te nemen. Waardoor je voeten weer zijdezacht en soepel aanvoelen. Je kunt ze op de handwas doen tot 30 graden. Oh, weet je wat er heel handig zou zijn? Als je bijvoorbeeld een voetenmasker hebt. En sommige voetenmaskers, die kun je dus niet, dan moet je speciale sokken aan. Maar volgens mij kun je er gewoon dat voetenmasker aanbrengen en dan deze sokjes aandoen. En dan trekt dat gewoon in en daarna kun je ze wassen. Omdat er dus een gellaag in zit en die neemt dus gewoon die voetenlotion op. Ik ben heel erg benieuwd. Het is wel één maat. Ze gaan tot maximaal maat 41. Ze zien er best wel goed uit. Ik ben echt super benieuwd naar deze. Oh, die gaan we zeker nog een keer in een vlog testen. Of je moet een van de producten hebben gezien waarvan je denkt ik zou het leuk vinden als je er een review over maakt. Mag je dat natuurlijk altijd laten weten. Maar ik ben hier ook wel super benieuwd naar in ieder geval. En als laatste heb ik dan nog drie mascara's gekocht. En dit zijn gekleurde mascara's. Ik heb er al een tijdje naar gekeken. En ik was er toch wel benieuwd naar. Dus ik heb ze in drie kleurtjes. Ik heb allereerst hier 2,55 bubblegum. Dit is dus een roze. Smites staat erop. Dus dat is deze. Leek me wel gewoon leuk om te proberen. Misschien gewoon eens voor een bijzondere ooglook of zo. Dat je een gekleurde mascara gebruikt. Misschien is dat ook wel helemaal niks. Maar het leek me gewoon eens leuk om te proberen. Dus dat is deze. Dan heb ik ook nog de 2,59 aquamarine. Dat is een beetje groen. Ziet er ook leuk uit. En de laatste, dat is 2,51 en dat is Sky Blue. Dus dat vond ik er gewoon heel erg leuk uitzien. Dus daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. En die ga ik gewoon testen. Daar kun je nog wel een review van over verwachten op mijn blog. Dan waren dit alle aankoopjes die ik dit keer deed bij de Action. Op mijn lijstje stonden nog wel wat dingetjes, maar er waren ook wel weer nog wat dingen op. Ik wilde eigenlijk nog kijken naar handdoeken en theedoeken en daar heb ik niet meer aan gedacht. Maar dat komt dan wel weer de volgende keer. Voor nu ben ik in ieder geval wel weer heel erg blij met mijn aankoopjes. Ik denk dat ik het meeste blij ben met mijn vloerkleed en ook wel met de sportattributen. Omdat ik daar toch wel nu wat serieuzer mee bezig ben en ik daar heel blij van word. Dus ja, ik ben eigenlijk gewoon wel weer heel erg blij naar mijn aankopen. Dus ik ben ook benieuwd naar de scrub en naar bijvoorbeeld de nieuwe schoonmaakmiddelen. Dus ja, ik kan nu wel zeggen dat ik eigenlijk goed geslaagd ben. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jij het leukste item vindt wat ik dit keer bij de Action heb gekocht. Laat het zeker eventjes weten. Voor nu wil ik je in ieder geval weer heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Dat kan er op het rondje met mijn gezicht drukken en natuurlijk op mijn kanaal zelf. Daar kun je ook dat belletje aanzetten en dan krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt. Vond je deze video leuk, doe zeker even je duimpje omhoog. En voor nu bedankt voor het kijken en ik hoop je bij een volgende video weer te zien. Doeg!